David Bakker met de mini-OV-hack. Dat is toch weer een Engels woord. Wie van jullie is wel eens vergeten uit te checken met de overchipkaart? Precies, daar moet een oplossing voor. Dus weet je, bedacht ik, als ik incheck, dan doe ik de OV-chipkaart in mijn broekzak. Dan voel ik hem als ik uitstap, weet ik dat ik uit moet checken. Nou, dat ging redelijk goed, totdat er een keer gecheckt werd bij mij door de controleur en die ging hem scannen. En toen was hij stuk. En toen zei hij, ja, die kaart is stuk, komt een haarscheurtje in en dan zijn die kaartjes dus gewoon stuk. Gelukkig was er niks aan de hand, de beste man had een gevoel voor humor. Hij gaf me meteen een boete, dus klaar. Nee, dat is eigenlijk niet waar. Hij had helemaal geen gevoel voor humor, hij gaf me gewoon een boete en klaar was het. Dus ik dacht, dat moet anders. Geïnspireerd door een vriendin van mij had ik zo'n dingetje gepakt, een pasjeshouder. En daar heb ik even mijn overchipkaart in gedaan. Als ik nu op reis ga, hang ik deze aan mijn tas. Als ik mijn tas pak, als ik uitstap, denk ik, hé, wat hangt daar voor iets raars aan? Oh ja, ik moet nog uitchecken. En mocht je nou denken, dan moet je de hele tas naar zijn snuffert houden of voor zo'n apparaat, dat hoeft ook niet, want je kan gewoon... En dat is het niet meer. Ik weet het niet meer. Dankjewel.